Dit is Aletta Adriaansdochter, een schilderij van Rembrandt. Wie kent hem niet? In Nederland zijn ruim 200 straten en pleinen naar hem vernoemd. En elk jaar komen er ruim 1 miljoen toeristen naar Nederland om zijn kunst te aanschouwen. President Obama kwam speciaal daarvoor naar Amsterdam. Rembrandt is dus echt wereldberoemd. Maar hoe word je dat, een beroemd kunstenaar? En is het echt belangrijk? Ik kan geen naam vinden. Nee, ik zie het ook nergens. Oké, geen naam. Ik zie dat het ook niet bekend is. Dan hoort het toch niet in het museum thuis? Ja, het gaat om de kunst. Het is door iemand gemaakt die we nu niet meer kennen. Nee, het is ook heel oud. Dus misschien was hij in die tijd wel echt heel beroemd. Maar dat weten we nu dan niet meer. Ik denk niet dat het relevant was toen wie het gemaakt heeft. Dat meer ging toen echt om het werk zelf. Hoe zien jullie dat voor je, als je een kunstenaar bent? Vind je dan belangrijk dat jij heel beroemd bent? Of gaat het juist meer om jouw eigen werk? Ik zou liever dat mijn werk beroemd is. Ja, ik ook. Aan de andere kant kun je wel echt een soort status verheven. Van dat je in principe gewoon echt iets heel lelijks maakt. En dat mensen daar gewoon ziek voor gaan betalen. Puur omdat jij het bent. Maar dat is niet het idee erachter, denk ik. Maar dat is wel vet. Dat lijkt me ook wel cool, ja. Wat zien we hier voor schilderij, Hal? Dit is een schilderij dat een landschap voorstelt met allerlei verschijningen erin. Kijk maar, je ziet heel veel speciale dingen die, ja, zijn ze nou echt of niet echt? Een beetje illusieachtige dingen. En daardoor ook heel boeiend, hè? Er gebeurt heel veel. Kijk, je ziet natuurlijk het meest sterk hier deze man die hiervoor zit. Met zijn hand zo naar je toe gestoken. Alsof hij echt zo uit het vlakke beeld naar voren toe kan steken, naar jou toe. En achter die hand, daar zie je het gezicht half verborgen van Dalí. De schilder van dit schilderij. Die naam komt mij bekend voor. Is dat een hele bekende, beroemde kunstenaar? Een heel bekende, beroemde kunstenaar. Hij is over de hele wereld geliefd. Maar dat is ook een beetje dankzij hemzelf. Want hij wist ook wel heel goed reclame voor zichzelf te maken. Door hele boute uitspraken. Heel erg zichzelf als hoog te zien. De media is gek op hem en hij geeft hun ook graag voer om ze te voeden. Hun honger naar dit vreemde fenomeen Dalí, zowel in zijn verschijning, die heel raar was, met een hele rare, gekke baard, met een snor bedoel ik, en de punten opeens recht omhoog. En hij zei ook tegen interviewers of journalisten, als die ernaar vroegen, zei hij ook van ja, dat zijn mijn antennes naar God toe. Zo kan God mij vertellen hoe goddelijk ik mijn kunst maak. Dus hij weet wel goed zichzelf te verkopen. Ja. Hoe wordt een kunstenaar beroemd? Ja, dat kan op verschillende manieren. Het belangrijke is dat ze gezien worden. Dus ze moeten wel een plek hebben waar het getoond wordt. Dat is natuurlijk een voorwaarde. Het kan zijn dat er een soort sensatie omheen hangt. Dat er iets chockerends is. Dus dan haal je de pers. Dat is een manier. De beste manier is eigenlijk dat je in een museum te zien bent. Dat het werk wordt aangekocht. Er zijn eigenlijk verschillende manieren, maar het belangrijkste is wel dat je gezien wordt. Is het belangrijk voor een kunstenaar om beroemd te zijn? Nee, het is niet belangrijk voor een kunstenaar om beroemd te zijn. Het helpt natuurlijk wel, waardoor je kan je werk meer laten zien. En je hebt meer bereik en je hebt meer mogelijkheden. Kijk, voor mij persoonlijk denk ik dat welvaart of beroemdheid niet mijn doel is. Maar ik wil wel dat het, zeg maar, ja, hele bijzondere dingen kan maken. En kunst maken is heel moeilijk. Om ervan te leven is nog moeilijker. Dus daarom moet, zeg maar, de weg die je bewandelt moet buitengewoon spannend zijn. Want anders kun je echt beter iets anders gaan doen. Ik denk dat we best wel beroemd zijn, ja. En hoe is dat is natuurlijk ook een bepaalde cirkel. Hè? Je hebt verschillende cirkels. En in onze cirkel, we zitten tussen ontwerpen en kunst. In zo'n onduidelijk gebied eigenlijk. Waar niemand zo precies kan zeggen wat het nou precies is. In dit gebied zijn we echt de koning. De koningin. Ja, toch? En hoe komt dat? Je moet niet vooral bezig zijn met het beroemd worden. Dat is een side effect. Dus dat is niet het doel, nee. Dat is net zoals de vraag van wil je kunstenaar zijn of niet. Dat is eigenlijk een side-effect van je interesse, van je fascinatie, van je onderzoek. Wil je wel beroemd worden? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, dat lijkt me wel gewoon heel tof.
Maar wel dan vanwege mijn werk? Ik zou wel beroemd willen worden, maar dan om echt een reden. Ik wil iets geven. Ik wil niet beroemd worden om beroemd te worden. Wat ik wil is netjes mijn brood ermee kunnen verdienen. Ik hoef niet per se beroemd te worden, maar ik wil ook niet in een krakkemikkig huisje wonen. Of je beroemd wordt hangt af van de tijd waar je in leeft, je sociale skills, je netwerk, jezelf goed in de markt zetten. En natuurlijk moet je gewoon goed en uniek zijn.